Ik ben Julia. Ik ben 25 jaar oud. Ik besloot in Nederland te werken om zo geld te verdienen voor mijn familie in Polen. Op het internet vond ik een interessante baan via een accountbureau. Maar in de praktijk waren de werkomstandigheden een stuk slechter dan hoe ze in de eerste instantie werden voorgesteld. Na 7 weken wilde ik mijn contract opzeggen. Ze vertelde mij dat ik een boete van €250 zou krijgen als ik eerder zou stoppen. Er zou een opzegtermijn van 2 weken zijn. Ik werd bang en nam contact op met Fair Work. Zij namen toen mijn contract door en vertelden me dat die opzegtermijn en boete nergens te vinden zijn. Niet in mijn contract en ook niet in de TEL. Nadat ik deze informatie had, ben ik naar mijn oude werkgever gegaan. Ik kon ze precies zeggen hoe het zat en in welk artikel mijn rechten wel stonden. Het uitzendbureau zei toen plotseling dat ze zich vergist hadden, omdat ze dachten dat ik een ander contract had. Dit is mijn verhaal. Wat ga jij doen?